Er komt dit jaar geen carnavalsmodeshow van Astrid Thomassen. De Eindhovense kostuummaakster is getroffen door een zeldzame aandoening die ervoor zorgt dat ze nauwelijks geheugen heeft. En daardoor is ze niet in staat om zelf carnavalskostuums te maken of haar leerlingen te begeleiden met hun kostuum. Een paar jaar geleden moest Thomassen ook verstek laten gaan omdat ze kanker had. Maar vorig jaar keerde ze met haar leerlingen terug op de catwalk. Thomassen kreeg vooral bekendheid door haar jaarlijkse carnavalsmodeshow. Bovendien maakte ze jarenlang kostuums voor de Prins Carnaval en zijn gevolg.